Er zijn ook heel veel ambities, denk ik, voor de uh, komende jaren. Uh, we hadden een stelling, en hij was wel gedurfd. En jij gaf ook gewoon even een gedurfd uh, antwoord. Fortuna, Sittard speelt binnen drie jaar in Europa. En daar zei je eens. Ja, ja nou nee, ja, goed. Ik vind, uiteindelijk ook wel, uh, vind het uiteindelijk ook wel leuk om af en toe eens een, keer een klein beetje gedurfd dingen te roepen. Ja. Uh, nogmaals, uiteindelijk ga je er alleen maar op afgerekend worden ja. wat hij doet. Ja, dit ja. is een hele makkelijke, nu, hè? dat weten we <laughs> allebei. Dus, uh, Zo simpel is het ook. Zo simpel is. Als wij uh, als, als we teamwedstrijden weer onderaan staan, dan roep je ze allemaal juist. Ja, ze hebben grote plannen, ze willen Europa in. En, uh... <laughs> en uiteindelijk gaan ze het absoluut niet waarmaken. Maar uh, dat, uiteindelijk is dat wel de, de, de insteek met de nieuwe koers die we varen. Om uh, uh, nou, in ieder geval mee te gaan doen om de play-offs-Europees voetbal. En, en, en wat structureeler, zeg maar, gewoon uh, richting de, subs op, de subtop te groeien. Wat. Ja, indirect natuurlijk betekent dat je om Europees voetbal mee gaat spelen. Dus ja, weet je, het zou fantastisch zijn als we dat binnen drie jaar uh, kunnen bewerkstelligen. Ja, wat denk je dat daar nu nog voor nodig is? Nou ja, er is heel veel voor nodig nog. Ik denk dat we wat dat betreft uh, als club nog heel veel stappen moeten gaan zetten. Uh, eigenlijk binnen alle facetten. Als je kijkt uh, binnen de organisatie, commissie. Want uiteindelijk op het moment dat jij... Uh, op ja, een bepaald niveau wil spelen, ondanks dat geld niet alles zegt, moet je ook wel gewoon een bepaalde begroting hebben om, om door te kunnen groeien en, en om structureel meer te kunnen doen. Natuurlijk kun je best wel een keer een jaar hebben dat je hè, met beperkte middelen uh, een heel eind kunt komen. Uh, alleen om, om structureel zeg maar, als club zijn door te kunnen groeien. En ja, echt, echt in die subtop te kunnen gaan nestelen. Ja, dan, dan zul je toch echt wel uh, met, met je begroting ook boven de 20 miljoen moeten gaan zitten, denk ik. Um, of in ieder geval die kant op. En, en dat is natuurlijk wel iets waar we denk ik als club zijnde uh, uh, naartoe moeten. Uh, en daarnaast weet je natuurlijk uh, een beetje op het veld uh, voetbaltechnisch. Uh, uh, uh organisatiestructuur daar, daar moeten we allemaal nog wel echt wel stappen in gaan zetten de jeugdopleiding moet nog aan gaan haken, dus ja er zijn nog zat dingen die die de komende periode zeg maar op de rol staan ja daar wat wil jij iets zeggen ik woon naar snijder nee daar komen we zo dan inderdaad oh. op, want ik denk dat die nieuwe eigenaar daar natuurlijk ook wel aan bij gaat dragen die kan in ieder geval wat jij zelf jullie hebben nu al een groter spelersbudget volgens ja. mij liggen er nog wel meer plannen voor de toekomst ook met het stadion trainingscomplex ja Um, want ook het stadion zal daarin worden meegenomen, wat uiteindelijk dan weer voor meer inkomsten uh, 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 zorgt. Uh, kan jij iets meer over dat ambitieuze project vertellen? Want dan komen we voor jou bij Snijden onder andere. Want er is uh, gisteren, vandaag, kwam dat ook weer naar buiten over het consortium, wat er dan ligt. Het plan met het consortium ja. van vijf clubs. Ja, nee, we hebben nou natuurlijk uh, sinds, uh, sinds dit seizoen en het is officieel nog niet helemaal beklonken, maar met Azerion natuurlijk uh, een, een nieuwe grote aandeelhouder. Uh, ja, weet je, en die, die zijn ook gewoon hartstikke ambitieus. Die, die geven ook gewoon aan van luisteren. Uh, en uiteindelijk is dat ook echt wel een heel mooi verhaal van het, van Attila, zeg maar, die, da die daarachter zit. Uh, die nog niet zo heel lang geleden in de schuldsanering zat. En uiteindelijk dat het bedrijf helemaal heeft opgebouwd. En nu volgens mij voor 1,7 miljard naar de beurs is gegaan. Ja, weet je, dat geeft wel zijn, zijn, zijn visie, zijn ambitie en zijn ondernemerschap aan. En, en het is wel iemand die, die gewoon heel. Uh, ja, heel heel op een hele goede en en, en positieve manier denk ik uh, uh, naar, naar voetbal en sport in zijn algemeenheid kijkt. Uh, en ook duidelijk weet wat wat hij wel en wat hij niet wil. En, en waar hij zich wel en niet mee wil bemoeien. Weet je, en dat is denk ik ook erg belangrijk. Weet je, hij, hij weet dat hij zelf, uh, als je het hebt over het voetbaltechnische verhaal, daar dan niet. Uh, uh, niet, niet heel veel uh, zeg maar, in, in ge, 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 geleerd heeft en uh, verstand van heeft. Uh, en, maar daar, hij zorgt dat hij de juiste mensen op de juiste plek zet. En uiteindelijk uh, om, om zijn ambitie, zeg maar, uh, die we dan uiteindelijk als club zijn te gaan hebben en als groep. En want uiteindelijk is wel het idee om daar ook uh, uh, vier, vijf clubs zeg maar, binnen Europa zeg maar, aan te gaan koppelen. Uh, om die te gaan verwezenlijken. En, da en dat is denk ik uh, een, een cruciale rol. Alleen het moet wel belangrijk zijn hè, dat. Dat is denk ik ook iets wat hij aangeeft. Want het kan niet zo zijn dat hij ieder jaar maar uh, geld erin blijft pompen. En, en, een beetje ja, Frans en, van Zuimer, wat hij steeds doet. En dan, ja, uh, en de gaten blijft dicht. Uiteindelijk wil je als club uh, uh, wel zorgen dat hij die stappen blijft maken. Dat op het moment dat hij eens uh, een keer uit zou stappen, over uh, weet ik veel, vijf of tien jaar, bij wijze van. Uh, dat je daarna als club wel gewoon je eigen broek op kunt houden en door kunt blijven groeien. En, en dat er een stabiele organisatie staat. En dat is denk ik heel erg belangrijk. Uh, en, en, en daar moet ik. Uh, uh, Isitan, bijvoorbeeld, weer een heel groot compliment te geven. Als ik kijk, uh, dat vorig jaar waren we natuurlijk bezig met de overname van Adjun Ilikali, de Turkse John de Mol, die zeg maar in zou stappen. Ja. Nou ja, goed, dat is echt op het laatste moment. Uh, heeft hij dat toen geblokkeerd en heeft hij gezegd: Van luister, jongens, uh, hè, want die was op een gegeven moment wel echt met het voetbaltechnische beleid te gaan bemoeien. En toen heeft hij gezegd: Van luister, dit, dit, vind ik, dit past niet bij hetgeen waar we naartoe willen en wat we opgebouwd hebben. En toen heeft hij, ondanks dat daar best wel een financieel risico, groot risico aan vast zat, heeft hij, heeft hij daar de stekker op het allerlaatste moment uitgetrokken. Nou goed, en dan denk ik dat het voor de club Fortuna zeg maar echt uh, een fantastische uitkomst is. Zeker voor de lange termijn dat, dat nou Azery onderin is gestapt, want dat uh, ja, daar zit veel meer achter voor mijn gevoel zeg maar, als je het hebt over visiebeleid en, uh, en hoe dingen weggezet moeten worden. En ja. Dat is inderdaad Tim begon er al over uh, voor Wesley. Uh, het zal daar uiteindelijk hopelijk ook een mooie rol weggelegd zijn, want dit is natuurlijk ook wel een iemand die uh, stept over deuren openen, de, 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 de deurtjes doet openen. Ja, wat zal hij dan ook een rol krijgen in het technische gedeelte? Nou goed, de, 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 wat ik zeg, de gesprekken lopen. Uh, de, 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 eerste, de oriënterende eerste gesprekken zijn hebben plaatsgevonden. Nou, van daaruit wordt, wordt langzaam de invulling uh, verder, uh, verder vormgegeven. Hij is zelf in ieder geval heel positief. Toch? Dat was uh, uh, hartstikke duidelijk. Jij wou nog iets uh, over de. Nou ja, kijk, hij zegt: van, uh, is het dan al als boerbeeld naar buiten toe? Of krijgt hij ook echt. Een... Ja, dat, je, dat kan je nog niet zeggen. Dat die... of krijgt nee, ja, dat is de... zo concreet is het allemaal nog niet. Uh, in die fase zit het nog niet. Alleen, uh, ja, weet je, dit is wel uh, ja, fantastisch, denk ik, als, uh, als consortium en als club zijn er. Dat, uh, dat we zulke mensen, hè, zoals dat met Boerak ook gebeurd is. Hm. Ja, mensen met een bepaalde uh, status en naam binnen het voetbal aan je kunt koppelen. Want dat, dat maakt heel veel dingen wel gewoon heel veel makkelijker. Uiteindelijk het samenwerken tussen de clubs onderling. Dat zal zijn in ook verhuren onderling van spelers. Of gaat het echt meer om de scouting, de marketing, elkaar daarin kennis? Ja, het zal inderdaad het, het, het veelal ook het, het kennis delen zijn. En, uh, ja, uh, vele, vele handen maken licht werk, zeggen ze wel eens. Maar het is met name inderdaad uh, ja, het versterken van elkaars netwerk. Uh, de scouting die je daar wat dat betreft... Uh, ja, wat makkelijker kunt inrichten op, op dat niveau en dan heb je ook in verschillende landen heb je meerdere mensen zitten uh, uh, ja goed en en dat dat is denk ik uh, uiteindelijk uh, dat moet uiteindelijk de kracht worden van zo'n consortium ja.